mag staan, waar je ook normaal komt. En laat zien, wat is, hoe hebben jullie geleerd om te staan voordat je gaat bewegen? Dus de houding, om je kunnen bewegen voordat je gaat bewegen. Stel je voor, de bal wordt geweerd aan de andere kant, dan heb je de paas, dan heb je de setup, en dan zie je iemand die komt, die gaat aanvallen. Hoe staan jullie klaar om, voordat jullie helemaal klaar zijn om te bewegen? Dat is de uitgangspositie, of je houding. Ten eerste zou ik jullie zo, is het zo? Nee, zet de bal op de grond en ga maar gewoon staan. Oké, ten eerste zeg ik al die mensen die staan op hun tenen en oncomfortabel, ga maar gewoon op je hele voet staan. Om mee te beginnen. Oké? Nou, het is een houding dat je eigenlijk langer kan gebruiken. Het is een houding die je klaar bent om te zien waar de betelde stuk naartoe gaat. Dan ga je hem weer verplaatsen, daarop. Oké? Dus voor wil je verplaatsen, dat is ook wat ik net zei. Je kan de rechterbeen voor, kan de linkerbeen kan een beetje voor. Je moet comfortabel kunnen verplaatsen. Hier, naar voren, daar. Oké? Dat is, ik wil iedereen zien op zo'n manier staan. Oké? Dat is goed daar. Heel goed, denk erom dat de voeten niet naar buiten, maar recht. Oké, heel goed, heel goed. Heel goed, ontspannen. Niet op je tenen, niet gewoon normaal staan. Knieën een klein beetje over. Prima. Je maakt jezelf kleiner, omdat de meeste op een gegeven moment gaat de bal naar de grond en dan weer daar zijn. Dus kleinere mensen hebben een voordeel, grotere mensen hebben een nadeel, maar eigenlijk niet. Je kunt gewoon de benen iets verder uit elkaar zetten en dan ben je uiteraard klein. Oké, dan ga je verplaatsen. Jullie kennen dat wel, zo'n positie als rechtsachter, middenachter, linksachter, dat soort namen. Kennen jullie allemaal? Positie? Ongeveer. En dan ga je verdelen. De bal wordt geslagen, dan wil ik zien hoe jullie staan in verdediging. Oké? Niet. Oké, wat is je verdediging? Zo. Oké, dat is niet. Dus ik zie eigenlijk niet bij iedereen het verschil tussen een houding om te kunnen verplaatsen en houding dat de bal wordt geslagen en je moet verdelen. Oké? We gaan weer het verschil. Dus ik sta hier klaar, dan wordt het weer. En na de setup kom daar naartoe, dan ga je het omdraaien en dan nu ga je naar een verdediging positie. Dus ik wil nu zien vanuit deze positie, comfortabele positie, maar ik kan bewegen naar een houding waar jullie zeggen en nu komt verder, ik kan de bal slaan, ik ga in verdediging. Hoe wil je, hoe sta je? Hier, ik zie iemand die daar staat, ik zie iemand. Ik geef u meteen een advies om juist. Oké, gaan we door. Laatste vraag. Hoe kunnen we nog dichter bij de grond zijn? Want de bal gaat koud uit naar de grond. Want als niet, dan zit het uit. En hij gaat heel hard naar de grond. Dus hoe kunnen we gewoon ervoor zorgen dat wij eigenlijk heel dicht bij de grond zijn. Want daar komt de bal naartoe. Hebben jullie enig idee? Laat het zien. Maar waarom sta je dan zo? Als je gaat bewegen, maar dan moet je naar voren blijven. Ja, maar daar wil ik zeggen dat je zo moet gaan. Maar hoe lang kan je zo gaan? Ja, goede antwoord. Het zijn gewoon vragen. Het zijn heel goede antwoorden. Maar, oké, dus laten zien hoe je er staat. Nog lager. Oké, en wat zie
zie je, wat is het probleem? Dat is heel moeilijk, toch? En dan krijg je last van je knieën. En waarom is dat zo? Kijk, hoe lang ben je nu? 1,65. Oké? Gaan we de benen helemaal uit elkaar zetten? Verder. Oké. Hoe lang ben je nu? Hoe lang kan je zo blijven staan? Hoe lang kan je nu staan? Lang. Ja. En je bent net zo dicht bij de vloer toen je dan zo stond en zo. En je hebt geen last van je knieën? Nee. Oké. Wil je naar voren kunnen bewegen? Ja. Ja, geen probleem. Zet de voeten recht. Een klein beetje naar binnen. Doe dit een klein beetje zo. Zie je de knieën zijn voor je voeten. Breng dit. Gooi je de gewicht op je tenen tegen? Wil je naar voren bewegen? Nee, waarom niet? Dat wil je toch? Dus met andere woorden, dames, wat we gaan nu doen, allemaal, we gaan iedereen, het moet niet zo breed dat je eigenlijk niet meer kan staan. Je moet wel breder, en hoe langer, hoe breder, dan ben je gewoon, dan kun je genieten van het voordeel van een grote man, als je zo staat. En ook klein spelen, wanneer je dat wil. En de kleinere spelers nu kunnen zichzelf nooit groot maken. Daarom grote mensen hebben eigenlijk een voordeel. Dus uit elkaar, klein beetje, voeten recht, de knieën klein beetje gebogen. Zorg dat je voelt, kijk, ik beweeg nu naar voren, zonder dat ik hielen de hakken van de grond afga. Armen hier, en nu kan ik zo doen. En nu pak ik gewoon, ben ik heel dicht bij de grond en kijk. En als je ziet gewoon, de hoek creëer ik bij mijn enkels. En niet bij mijn knieën. Oké, laten we proberen. Ga je aan? Breien. Niet voeten op de grond. Op de grond. Ja, heel goed. Op de grond. Juist. Heel goed. En beweeg een beetje naar links, een beetje naar rechts. Oké. Zorg als je wil naar voren bewegen. Breng je lichaam een klein beetje naar voren, dat je voelt dat je verliest eigenlijk de ene licht. En je voelt heel veel druk op je tenen. Als je dat voelt, stop dan even. Dat is het net wat advies wij hebben gekregen. Het is een moment van opname. Oh, nu verdedigen. Oh, uit balans en dan pak je de bal. En je hoeft niet de hele dag daar te kunnen staan. Oké, als je probeert maar dat te doen.